Ja, zoals jullie zien is alles inderdaad, wat ik al net al zei, uitgestald op de eettafel. Gisteren had ik jullie beloofd dat ik iets zou gaan opruimen in mijn nachtkastje. Nou, ik heb een hele grote nachtkastje. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick. En het is vandaag alweer donderdag 22 april 2021. En zoals je hier op de klok kan zien is het bijna 11:30. Dat betekent dat ik mijn jas aan ga doen en dat ik met Lady weer eventjes een blokje ga lopen rondom school. Want ik wil dat wel even in de gaten houden zelf. Voor de rest wens ik jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ze hebben hier dus een mooie locatie om iedereen aan de kant te houden. Helemaal leuk, helemaal goed. En er zijn heel veel politieagenten in opleiding. Zowel vrouwelijk, zoals mannelijk. Yep. Dus dat is ook alweer leuk. Ja. Yeah. Schappig. En een lesauto mag weer lekker doorrijden. Jee. Is leuk dit. Is grappig. Roderick loopt helemaal voor. Zoals jullie dus zagen, lopen we lekker eigenlijk er even samen. Alleen Rodi loopt helemaal lekker voorop. Want ik mag hem nu even niet op de vlog knallen, want hij heeft zijn werkkleding nog aan. Hé meisje. Lekker hè. Dus ja, jullie hebben het nu even met mij te doen. Zometeen weer naar de voedselbank. En dan ga ik ook weer laten zien wat ik daar weer van heb. Dus even elke week eventjes een dierenvoedselbankje en een voedselbank. Dus ja, even de voorlopige 3 maanden. Dus daar heb ik maar even mee te doen. Anders helemaal niks. Nee, ook goed. Dus ja, leuk toch? Niet dan. Het is mooi weer. We mogen niet klagen. Dus vandaag ook weer wat dingen doen in de huishouding. Als ik eraan toe kom, als mijn lichaam het wil. Dus ja, en als ik niet weer al te moe ben. Dus ja, we komen er wel ergens uiteindelijk. En genieten van de heerlijke zon. Vandaag is het donderdag 22 april 2021 en de hele gymzaal is gewoon weg. Het muurtje hier staat er nog, daar staat nog een muur met een balk en de achtermuur staat er nog. Nou ja, de kleedkamer was gisteren helemaal weg. En dan gaat hij weer waarschijnlijk wat pakken om te gaan slopen. Thank you.
ja, nou, wij zijn weer thuis. Alleen Ro kan ik nog niet op de vlog zetten, want hij heeft zijn mooie embleem van zijn werk nog gezellig aan. Maar we zijn dus bij de voedselbank geweest en dat laat ik jullie zien, want alles staat al uitgestald hier. Dus ik ga mijn camera draaien en ik laat aan jullie zien wat we hebben gekregen en wat weer waarschijnlijk naar Roderick toe gaat. Helemaal top en wat ik zelf ga houden. Hé, hey, dat is handig toch? Ja. Ja, zoals jullie zien is alles inderdaad, wat ik al net al zei, uitgestald op de eettafel. Nou, wat dit is, weet ik niet. Iets met prei of zo. Nou, dat gaat gewoon weer in de grote vriezer straks beneden. Boeren vanillejoghurt, dat is voor lekker voor Ro. Macaroni, dat gaat ook naar de kelder. Hé, hoe toevallig. Ik heb hier spessiebandjes, gaat ook lekker naar de kelder. Dat gaat naar de kelder. Hé, hartstikke idee. Ik heb hier chocoladepasta, heb ik ook nog hier. Dus dat gaat ook lekker naar de kelder. Heb ik hier weer havenspret. Moet ik ook nog steeds proberen. Nou, melk van Capina. En twee keer sinaasappelsap. Hé, hey, en deze heeft waarschijnlijk gelekt, maar dat maakt niet uit. Mandarijntjes. Hamburgers. Tomaatjes. Aardappelen. Paprika. Witlof. Deze is ook lekker voor Roderick. Hebben we dus hier saus. Iets voor macaroni of spaghetti, weet ik veel wat. Bolletjes, nootjes, drop. En hebben we hier chipjes. Hebben we hier bladpeterselie. En dit is volgens mij geen idee wat het is, maar het is kruiden. Wortelen, dus al met al weer een goed geslaagd pakket. Yes! Gisteren had ik jullie beloofd dat ik iets zou gaan opruimen in mijn nachtkastje. Nou, ik heb een hele grote nachtkastje. Nou, dat ga ik dus even opruimen. Ja, yeah. Helemaal goed. Nou, dus dat ga ik even opruimen. Dat ga ik nu even lekker doen. Yes. Ben je druk bezig? Ga je eventjes een emmertje pakken. En dan zie je dit. Toch zo lief dit. Oh, dit is zo lief. Lovely wil eigenlijk heel graag kijken, want ik ben bezig met de caviakooi te verschonen. Ja. Yeah. Hey, en ja, de nageltjes, dat weet ik. Dat is goed als kool. 2 weken terug alweer gedaan, dus dat is het weekend weer even knippen. Hé, vriend? Jij. Het weekend maar even knippen, hè? Hey. Hey, kerel. Hey. Nee, je bent lief. Maar dat wist je al wel, hè? Dat je lief bent, hè? Nee, weet mooi. Oh, wat ben je lief ook, hè? Ja. Nou, ik ga even verder verschonen en dan ga ik hem even helemaal weer netjes maken, hè? Ja. Nou, ja. Ik had gezegd dat ik hier ging opruimen. Nou, het is hier lekker opgeruimd. Want kijk eens hoe netjes het hier in de laadjes zijn. Ja, en die is lekker privé. Ja, hier allemaal haarverfjes. Lekker, daar staat nu even niks. En wat daar stond, ligt nu even hier. Ja, en dan hebben we rode er ook weer bij. Ik heb hier nog een hoop tassen. Dit moet er naar de kelder. Dat moet naar de kelder. Dit moet zo meteen mee. En dan heb ik de caviakooi ook weer verschoond. Ja. Ja, meisje. Ja. Kijk, en daar hebben we Ro. En ja, en dat zijn allemaal weer nog kerstkaarten. Gaat lekker. Deze? Nee, maar dat is een... geboortekaart. Oh, leuk. Dus jij. Ja. Nou, en dat moet toch even opgeruimd worden. Ook helemaal top. Helemaal goed. Yes. Ja, een hele goede nacht allemaal. Het is alweer bijna 2 uur midden in de nacht. Ja. Nou, hoe de avond is verlopen is gewoon heel simpel. We zijn nog bij de lokale supermarkt Jumbo dus geweest. Zoals jullie dus wel licht hebben kunnen raden. Waar anders. Maar ja. Ik lig dus nu al lekker op bed, zoals je kan zien. Rodi was lekker op tijd naar huis. Ik had eventjes nog een filmpje gekeken, een stuk tv. Dat die volg ik ook. Lekker politieachtervolging is hartstikke geweldig, hartstikke leuk. En nou ja, toen heb ik eventjes een spierbalsem op mijn linker schouder gedaan. Want daar heb ik een beetje last. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Geen probleem, we gaan gewoon door.
Dus toen heb ik mijn badjas aangedaan. Ik ben op de bank gaan liggen en ik ben dus in slaap gevallen. Ja, dat kan ook gebeuren. Dus, en ik werd dus om 10 uur wakker, ben ik zelf even naar de wc gegaan. Ik heb Lady lekker een blok uitgelaten van bijna 4 kilometer binnen een uur, 55 minuten. Ja, gaat goed. En nou ja, nu lig ik dus lekker op bed. Wat ik morgen ga doen? Nou ja, ik denk dat ik een lekkere luie zondag ga houden. Dus lekker tv kijken. Dus ik weet niet of ik aan vloggen toe kom. Zowel dan hebben jullie geluk. Maar eens een keer een dag geen vlog. Maakt ook niet uit. Dus maar ja, ik wil jullie wel heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat zeker een leuke reactie achter. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.